Bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse wordt momenteel gedemonstreerd. Het personeel wil duidelijkheid over twee zaken. De eigen toekomst en die van het ziekenhuis. Maandag werd bekend dat het Ruwaard failliet is en dat er met nieuwe eigenaren een doorstart wordt gemaakt. Ron van der Ree is nu in Spijkenisse. Ron, er zijn op diverse fronten ontwikkelingen? Ja, personeel hier achter me. Het zijn er 1100 in totaal. Ja, die zijn er natuurlijk niet allemaal. Maar een flink deel van het personeel is toegesproken door partijleider van de SP en fractievoorzitter Emiel Roemer. En er zijn ook ontwikkelingen binnen het ziekenhuis zelf. Want er zijn de afgelopen 24 uur afspraken gemaakt met alle partners, inclusief de huisartsen, over de zorg en dan de acute hulpverlening die dagelijks plaatsvindt naar het ziekenhuis toe. En die acute hulpverlening, ja, die is verzekerd. Daar zijn keiharde afspraken gemaakt, worden wij vandaag van de coördinator van het Erasmus MC die dat coördineert, Ernst Kuipers. Er zijn afspraken gemaakt in het kader van wat wij noemen een regionaal overleg acute zorg. We moeten zich voorstellen dat zijn betrokkenen van huisartsen, ambulancediensten, de ziekenhuizen, het Ruwaard, maar ook de omringende ziekenhuizen en ook de zorgverzekeraars. Om eerst in de komende 4 weken precies te kijken wat dit allemaal betekent ten aanzien van ambulancedienst en rijtijden waar we het dan over hebben. Hoe snel kunnen mensen waar wat acuuts mee is bij een ziekenhuis komen? Maar ook wat betekent het voor een huisartsenpost en wat betekent het bijvoorbeeld voor de zorg voor patiënten met een bevalling, dus verloskundigen, de gynaecoloog. In ieder geval de komende 4 weken is de zorg, de aandrijtijden enzovoort gegarandeerd voor patiënten. Ja. Dan rond de actie van het personeel en de Socialistische Partij. Die partij wil het behoud van het hele ziekenhuis en die wil geen veredelde EHBO-posten. Ja, links of omringd soms is voor het personeel natuurlijk een drama. De situatie is al lange tijd onzeker in dit ziekenhuis. En ja, de SP die zegt van geen EHBO-post, maar de vraag is of dat haalbaar is. Nou, volgens bestuursvoorzitter van het Maastad ziekenhuis, die hier de leiding heeft als een van de ziekenhuizen op dit moment, verkoopt Roemer gewoon op dit moment klinkklare onzin. Wat de SP vanochtend Renske Leijten vertelde is echt flauwekul. Onhaalbaar, mensen voor de gek houden. Nou zegt het personeel ook van, wij willen wel eens duidelijkheid en wij verdenken de huidige leiding ervan dat we even een tijdelijk contract te krijgen en dat dan definitief de stekker eruit gaat. Geen zins. Wij proberen al een half jaar echt een goede toekomst ook voor de locatie Spijkenisse te maken. Daar steken we geld in, energie in. Wij moeten nu even nieuwe zekerheid bieden en dat kunnen we voor de korte termijn voor 6 maanden gaan organiseren. Doen we ook. Mensen krijgen daar vandaag berichten over, hebben berichten over gekregen. Wij willen graag bouwen aan prima zorg, ook in Spijkenisse. En dan Ron, hoe kijkt de lokale politiek daar tegen de zaak aan? Ja, dat vooral bestuurders die maken zich natuurlijk ook grote zorgen. Ahmed Abu Talib, voorzitter van de veiligheidsregio. We zitten in een kwetsbaar gebied. Maar ook de burgemeester hier in Spijkenisse, Mirjam Selet, heeft zo haar ongerustheden nog, zou je kunnen zeggen. Wij zijn echt ongerust over de aanrijdtijden, dat die toch langer zijn dan 3 kwartier. En op dat punt zijn we nog niet gerustgesteld, dus dat wachten we nog even af. Nee. En u gaat daar ook nader over informeren op zeer korte termijn? Wij gaan daar absoluut verder weer over in gesprek. Ja, want uw verantwoording als burgemeester is te zorgen voor de veiligheid hier voor de mensen voor de putten. Nou ja, in elk geval om er voorop te komen dat de mensen die hier zijn ook die zorg kunnen hebben die goed is, maar die ook op een redelijke termijn geboden kan worden. Maar Spijkenisse legt, hoe je het ook wendt of keert, in een redelijk kwetsbaar gebied ook, hè? Dit hele gebied, zeker met de industrie zo vlak bij ons, met een brug en een tunnel om weg te komen, is buitengewoon kwetsbaar. En ja, daar moet rekening mee worden gehouden. Heel snel duidelijkheid. Zo snel mogelijk, dat hopen wij echt.